je ging wel een beetje snel op een gegeven moment. Ja, ja, ik weet het. Ik spreek soms nog wel op, maar dat komt vanzelf. Ja, ik bibber een beetje. Wie is daar? Niemand. Niemand. Tegen wie praten jullie dan? Ik praat tegen Evi, ja. En Evi die praat altijd terug, hè. Ja, ja. Is dat waar, Evi? Ja, 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 echt waar, mama. Mara spreekt de waarheid. Dus daar is niemand anders. Nee. Word maar rustig. Ja. Wie was dat? Dat de man van de meterkast. Echt? We beginnen nadenken en beginnen huilen. En dan kunnen wij weer van vooraf aan beginnen. Hier. Nee. Scheur dat door. Nee, niet doorscheuren. Kom, Mara, niet doorscheuren. Beter dat we dat direct invullen en direct terug meegeven. Kijk. Hoe ziet een dode er in het echt uit? Dood, zeg? Dat weet ik niet. Stomme vraag, hè. Dood is dood. Onze moeder mag ons niet horen. Maar waarom niet? Maar gewoon? We moeten fluisteren. Waarom? Ja, gewoon. Waar is ze dan? Gewoon. Ja, natuurlijk. Ja, dat hebben jullie eigenlijk al verteld. Vraag 3. Was jullie vader de eerste dode die jullie in het echt zagen? Oh, echt wel zachter praten. Ja, en jij ook, hè, Evi? Ja, dat zei ook, hè, Mara. Ja, als jullie die deur al eens zouden opendoen, hè, dan zou ik vanzelf zachter praten. Dat gaat niet gebeuren. Nee, daar kunnen wij niet mee beginnen. Waarom ligt ze in bed? Zachter. Wat? Ik zeg dat deze het zachtste is dat hij kan praten. Mijn voorstel is dat we misschien een beetje binnenlaten. Ik begrijp je voorstel, maar ik heb nu even geen tijd om daarover na te denken. Wakker blijven? Of niet wakker blijven? Als je wakker blijft, dan is alles oké. Maar als je niet wakker blijft, dan heb je 2 mogelijkheden. Of gedroomd niet, of gedroomd. Als je niet droomt, dan is er niks aan de hand. Maar als je droomt, dan heb je 2 mogelijkheden. Of je droomt niet van papa, of je droomt van papa. Als je niet van papa droomt, dan is er niks aan de hand. Maar als je van papa droomt, dan heb je 2 mogelijkheden. Of het is een nachtmerrie, of het is een zante droom. Als het een nachtmerrie is, dan is er niks aan de hand. Maar als het een plezante droom is, dan heb je 2 mogelijkheden. Wakker worden of niet wakker worden. Als je wakker wordt, is dat verschrikkelijk. Maar als je slaapt, dan slaapt en droomt. Als je als kind iets verschrikkelijks hebt meegemaakt, dan heb je keiveel mogelijkheden. Ja, of je wordt heel dik. Oh. Zo. Of je eet niks niet meer en je wordt juist heel dun. Ja. Of je haar valt uit. Nu gaat ons moeder vragen of dat jij niet een keer met mij en mijn zus wilt vechten. Mm-hmm. Ja, ze denkt dat we dat missen, dat we niet meer kunnen stoeien met onze papa. En dat vond ik vroeger zo plezant. Ons Mara en ons Evi die bovenop je vader. En maar knokken. En Frank maar vechten en lachen en roepen. Auw! Oh, auw! Ja, en niet als wel altijd winnen. Ja, altijd. Nee, dat is helemaal niet waar. Het laatste niet meer. Dan verloren. En dat was hem zo fier op zijn dochter. Oh, en ik zat dan maar te roepen, mannen pas nog eens in knieën. Alles springt niet op zijn buik, niet zo hard. En Frank van lachen en lachen en lachen. Waarom? Klinkt zo echt. Het is onze papa. Hoe kan dat nu? Ik dacht dat hij dood was. Ja, in het begin snapten wij dat ook niet goed. Maar, en zegt hij dan iets terug? Ik veronderstel van niet. Ah, en toch spreekt ze met hem. Ja, dat heb ik toch juist verteld. En waarom doet ze dat? Ah. Omdat ze dat gewend is, zegt ze van vroeger. Oh.
zo is, maar het lijkt erop alsof dat hij daar is, dat ze vanzelf tegen hem begint te praten. Vind je dat normaal? Wat dat jij achter mijn rug allemaal zit te composeren? Zet dus een andere plaat op. Is dat uw antwoord? Ja. Hoi, Wolf. Ah, hoi, Evi. Hoi, Wolf. Hoi, Evi. Hoi, Wolf. Hoi, Evi. Man, 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 man. Ik word zelfs een beetje misselijk van u, hè. Ik denk, hè. Ik denk dat ik die Wolf volgende keer maar eens lekker buiten ga laten staan. En ik denk, hè. Ik denk dat je dat niet gaat doen. Dan moet jij wel eens uitleggen waarom niet. Omdat mama dan gaat zeggen, waar blijft die hoor? Toch tegenwoordig. Waar blijft die hem toch weer tegenwoordig? Dicht, waar de stinkpap is. Kom aan. Kom. Mara, wat nu weer? Ik heb een gedicht geschreven. Het is juist stukjes af. Ah, oh, knap. Voorlezen? Oh, ja, 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 dat mag. Het bed van moeder is heel groot, want mijn vader is heel dood. Of zei jij het? Ik ben het. Pak vooral uw tijd, hè. Volgens dit boek moeten jullie vader uitschelden, omdat hij dood is gegaan. Ja. Ja. Jij kunt dan beter. Huh? Ja, maar, allez, maar noem dus een scheldwoord. Zakwassen! En voel je al beter? Nee. Ah, spijtig. Misschien helpt het als je erbij zegt waarom dat hem de zakkenwasser is. Ja, dat dan. Ja. Papa is een zakkenwasser omdat hij dood is. Nee. Papa is een zakkenwasser omdat hij tegen een boom is gereden. Ja, en het was nog eens een hele dikke boom. En die boom die stond er al 99 jaar en meneer zit in de wereld al die stomme zakkenwasser. Even vreemd vindt als ik. Zo raar, maar mij. Dat klopt, inderdaad. Waarom is die hier nog niet? Dat vraag ik mij af. Dat vraag ik mij nu eens hardop af. Ik weet niet wat dat jij allemaal in je kop steekt. Zo. Echt niet? Shh, zeg. Bij, hè, die prentjes. Ik doe maar alsof, hè. Dus ja. Geef het dan door aan Dina Steun. Prentje 2 is een prentje met een leeuwentemmer. Er staat onder, ongelukje op de laatste werkdag. Ja. Geef het maar door. En als dat rond is, dan kom ik het straks wel allemaal halen. Hè. Okay. Prentje 3 is een prentje van een man die met zijn auto tegen een boom is gereden. Geef maar door. Wat is dat voor een prentje? Dat is gewoon een prentje uit de gazet. En wat staat daar op dat prentje? Ah, een weggeske, een gracht, een boom en een verkreukelde voorkant van een auto. Wat voor een auto? Waar? Spijtig. Hij is juistjes weg. Spijtig. Als papa en heette Frank, dat weet ik. Dat waren toch wel mensen zeker die Frans zeiden. Die hadden dat verkeerd verstaan. Frans. Onze papa vond dat helemaal niet erg. Eigenlijk vond hij dat best plezant. Frans.
Soms om hem te plagen noem ik hem ook vooral Sans. Onze papa die had een hele scherpe baard. Ja. Na 3 kusjes stond heel uw gezicht al vol rode vlekken. Als hem zich geschoren had, dan kwam hem de trap afgestormd en dan riep hem: kus, 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 nu, 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 rap, kus, 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 worden mijn baard terug begint te groeien. En dan sprong ik bovenop hem. En Evie ook, die sprong ook bovenop hem. En Mara, die sprong bovenop hem. En Frankie die viel dan op. En dan lag hem onder een meisjesberg. De gezinsberg. Papa die was ongeveer... Kon heel goed tegen kittelen. Oh ja, shit. Papa die kon heel goed tegen kittelen. Nee? Zo precies alsof dat hem zijn gevoel kon uitschakelen. En eigenlijk was dat heel raar. Want de rest van de gezinsberg, die kon helemaal niet goed tegen kittelen. Jonkel Ton en onze papa, die trekken toch helemaal niet op weer. Nee, Ton die is helemaal koud. Ja. En die heeft ze van je noze klein voetjes. Maar deze stem, hè. Die stem, dat is precies onze papa. Ja. In het begin, dan belde ik hem altijd op, gewoon om die stem te horen. Maar op den duur werd dat van een Ton heel ambetant. Die wist niet meer wat zeg. Ik ben daar dan mee gestopt. Dan? Dan niks. Nee. Oh, niks. Niks. Helemaal niks. Oh, punt. Ook niet als je iets kapot maakt. Ook niet als je de planten breekt. Ook niet als je de tafel in de fik steekt. Of ook niet als je jullie pijn doet. Nee. Dat is raar. En je hoort ons niet, denk ik dan. Waarom wist ik dat niet? Ja, en vind ik het normaal dat je zo was dat af te luisteren? Dat is kennelijk nodig, hè? Shhh! Wat? Willen jullie wat rustiger praten? Sta eens achter voor jullie mama, alstublieft. Dankjewel. Het is hier zo koud. Waarom is dat hier zo koud? Nu lacht ze. Die daar, dat ziet er met een hele stoute uit. Daar. Waar? Daar. Ik zie hem niet. Maar wil je die struik? Zie je die ik grote struik met daar die hele grote boom achter? En dan helemaal van boven. Links, helemaal Frank, ja. Dat waren mensen hè, die hem Frans noemden. Die hadden dat verkeerd verstaan. Frans. Ons papa vond dat niet erg slecht, die vond dat heel plezant. Soms voor de grap hè, noemde ik hem ook Frans. Die vond dat niet erg. Ons papa die had een hele scherpe baard. Na 3 kusjes stond uw gezicht al helemaal vol rode vlekken. Als hij zich geschoren had, dan kwam hem de trap afgestormd en dan riep hem: kuskus, nu, rap, voordat mijn baard terug begint te groeien. Ik weet dat nog, ja. Als papa, hè, die was... Oh nee, met die kuskus. Ja. Weet je wat, dan sprong ik ook nog bovenop hem. Ik? Ja, jij had toch ook? Ja. En Mara sprong erop en dan viel Frank om. En dan lag hem onder een meisjesberg.